Dag lieve mensen, daar ben ik weer even. Die andere video heb ik gisteren opgenomen, 3000 abonnees, waarvoor hartelijk bedankt, inmiddels even erboven. Dankjewel voor jullie reacties. Nu had ik erbij geschreven dat je de video moest delen op je Facebookpagina of je Instagram verhaal. Ik had dus echt zoiets van, nou ja, vindt iedereen wel leuk om te doen. Helpt mij ook weer een nieuwe abonnees, maar... dat viel niet zo in goede aarde, of mensen wisten niet hoe het moest, of ze hadden daar geen zin in, of wat dan ook, of durfden het nog niet toe te geven naar andere mensen toe, dat ze met spiritualiteit bezig zijn, wat dan ook. Oké, goed, dus ik heb daar eens over nagedacht. Ik ga het anders doen. Vandaar deze nieuwe video, want ik moet het jullie wel uitleggen. Goed, deze video komt op YouTube te staan, hij komt op Facebook te staan en hij komt op Instagram te staan. Als jij graag mee wil doen met de loterij voor een 20 minuten consult met mij, schrijf dan alsjeblieft gewoon in een reactie eronder. Ik doe graag mee. En ja, als je nog feliciteren wil, mag ook, hoeft niet. Maar schrijf dan even ook jouw naam. Kijk, als daar een YouTube-naam staat waar ik niks mee kan, dat is dan, schrijf dan in ieder geval je voornaam. Dan kan ik dat een beetje koppelen aan elkaar. Dus maar schrijf dan even in de reactie gewoon, ja, ik doe graag mee met de verloting. Of ik doe graag mee. Ja, dat is voldoende. Ik zal het op die drie plekken, uitsluitend op die drie plekken verzamelen. Wil je de video alsnog delen, is dat ook helemaal prima, is geen probleem. Die andere video haal ik weg. Ik haal alles weg bij Instagram en Facebook, dus dat daar geen misverstanden ontstaan. Dus dat is over deze video. Dus over die video van gisteren. Die ga ik dus verwijderen. En deze video, wat ik nu maak, die geldt. Dus zet je hieronder in de reacties eronder. Ja, ik doe graag mee met de verloting. Prima, dan schrijf ik je naam op. En dan vraag ik je wel. Ik ga zondag om 18:00 'savonds maak ik de winnaar bekend. Hou dat in de gaten. Er komt een kleine video, denk ik. Of een post. Dan moet ik even kijken. Ik denk wel een video. Als ik dat neer heb gezet. En dan zul je zelf actie moeten ondernemen. Ik zal dan erbij zijn wie het is. Maar jij zal contact met me moeten opnemen. Dus dan zet ik ook de e-mailadres erbij. Dus dan kun je dus mij mailen van... ja, ik was diegene die gewonnen had... ja, kunnen we iets afspreken, ja? Ik ga daar niet achteraan, want ik heb geen mailadressen van jullie. Dus ik kan jullie niet bereiken. Dus hou daar rekening mee. Het volgende. Ik had gezegd dat er een afstandshealing was. Klopt. Die ga ik maken. Of die ga ik doen. Ja, die ga ik houden. 27 mei van 11 tot 12:15. Dus duurt een kwartiertje langer dan gewoonlijk. Kost normaal €22,22. Doe ik nu voor €18,88. Is ook de laatste keer voor dat bedrag. Want ik wil jullie dan, mensen die dan niet gewonnen hebben, hebben dan de mogelijkheid. Tijdens deze sessie ga ik blokkades opschonen met jullie. Innerlijke balans proberen te krijgen. In ieder geval, als jij last hebt van blokkades en je komt daar niet zo goed uit. En je hebt daar een hulp bij nodig via mijn gidsen en via mij, dan kan dat. Even een reminder, dit is een Zoom-sessie. Ik ga geen enkele sessies opnemen. Dat heeft te maken met privacy, dus vraag me dat ook niet. Dat ga ik ook niet doen. Zeker niet als je zelf niet in de sessie bent. En wil je nu meedoen? Als je dan niet kunt, dan moet je even wachten tot een volgende sessie. Want de week daarop ga ik Zoom-sessies houden. Ook nog. Maar dat is een sessie met een telefonisch consult. Dus heb jij, zeg je van, ja, ik wil wel meedoen, maar ik kan niet. Daar kan ik dan niks aan doen, want ik kan het niet veranderen. Ik heb die dag nog een sessie, die host ik. Dus ik kan niet gaan schuiven daarmee. Dan zul je even moeten wachten tot een volgende sessie. Het enige wat ik kan doen, maar dat is uitsluitend, als je dus wel van plan bent om mee te doen en dan op het laatste moment niet kan. Kijk, dat is wat anders, want het gaat ook om de investering in jezelf, hè. Kijk, het is wel makkelijk om iets te bestellen. Daar heb ik dus die afstandshealingen voor. Als je zegt van, nou, weet je, ik kan hier aanwezig zijn. Is helemaal prima, hè? Dat kan gebeuren. Ik kan ook eens een keer niet als iets gehost wordt ergens. Dat kan ik ook niet, ja. Kan ik niet zeggen van, ik wil het zo of zo. Dus dat gaat niet.
Kijk dan even bij mijn collectieve afstandshealingen, die kun je bestellen. En dat kun je gewoon thuis afluisteren wanneer het je uitkomt. Er zijn extreem veel, ik heb er een stuk of 40 of zo, er 30 erin staan, ik weet het niet precies. Kijk even in mijn webshop, daar staat dat. Voor de mensen die dus niet aanwezig kunnen zijn met de 27e, wel graag hadden gewild. Ik zal de link van die collectieve sessies er ook bij zetten. En als je even de moeite neemt om op mijn Facebook te kijken of op mijn website te kijken, dan vind je eigenlijk alles heel erg goed onderverdeeld. Dus de 27e host ik dus een sessie via de Zoom met een groep van 11 tot 11:45. Een healing voor het opschonen van blokkades innerlijke balans. Ja? Nu gaan we het volgende krijgen. Dat zijn dan weer sessies met een groep ook. Maar dat zijn twee sessies van anderhalf uur. Anderhalf uur, zoiets. Korter worden ze niet, want ik heb nu ook altijd anderhalf uur. Dus ik heb dat wel een beetje veranderd. Dus het zijn twee sessies van anderhalf uur. Plus een telefonisch consult met mij. Die zijn dan van 9 tot 10:30. Ja. Die gaan over het vrij zijn. Jij bent vrij als individu, ben je vrij om te kiezen wat je wil. Ja. De balans in jezelf te vinden daardoor en je zielsmissie te gaan beleven, te gaan beginnen. Als jij daar moeite mee hebt met het je vrij voelen, en daar staat ook in die link, ik zal het allemaal hieronder neerzetten, klik daar even op, ja, heel makkelijk. Klik daar even op, lees het even door waar het over gaat, wat we gaan behandelen. We gaan werken met de energie. Is trouwens sowieso het weekend van 3 en 4 juni is de volle maan in Boogschutter. Gaat ook over de vrijheid, ook over de actie. Boogschutter is een vuurenergie. Dus je gaat in ieder geval in de actie om in die vrijheid te komen, om in die balans te komen, om jouw zielsmissie te gaan leven. Want dat is eigenlijk de bedoeling, dat je hier bent. Jouw zielsmissie leven. Dat kan dus voor jouzelf zijn. Dat kan met jouw tweelingzielproces te maken hebben. Als je problemen ervaart. Dat je je niet vrij voelt. Dat je het gevoel hebt van ik ben afhankelijk van anderen. Of ik kom hier niet uit. Of diegene trekt altijd aan me. Ik wil daaruit. Ik wil dat niet meer. Dan is dit helemaal prima voor je. Lees ook even om een gastenboek. Van het stukje. Hoe mensen dat hebben ervaren. Dus. Nogmaals. Dit is feest. 3000 abonnees, dankjewel daarvoor. Wil je meedoen met die gratis verloting? Dan zou ik zeggen, pak je kans. Zet het er hieronder in. Excuses voor het ongemak dat het nu alweer moet. Ja, want ik had daar dus weer niet aan gedacht. Ik denk dan weer, ja, het is leuk. Ik ben dan iemand, ik deel zo wat. Het maakt me ook niks uit wat anderen ervan vinden. Ik deel dat gewoon wat ik wil. Op mijn pagina deel ik wat ik wil. Maar goed. Dat had ik dus gedacht. En dat was een beetje anders dan ik dat zou doen. Maar dat geeft niet. Dus vandaar deze kans. Wil je dus meedoen aan de healing sessie? Dat kan als je aanwezig bent. Kun je niet aanwezig zijn en wil je toch healing hebben? Klik dan even bij de collectieve. En bestel gewoon iets. Je krijgt daar een PDF bestand. En je kunt luisteren wanneer je wil. Wanneer het jou uitkomt. Als jij dus niet kunt op 27 mei. Van 11 tot 11:45. En als je niet kunt, 3 en 4 juni, dat weekend, gaan we een healingsweekend van maken. Van 9 tot 10:30. Is weer heel vroeg, maar dan heb jij nog iets voor je dag. En ik ook nog. Ja, ik wens jullie een hele fijne dag. Geniet van het weer. Ik ga dat nu ook doen. Komende week zullen er even wat minder video's zijn. Want ik heb een hele grote tuin. Daar moet ook nog wat in gedaan worden. Geen zin in, maar moet. Dus ja, goed. Ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel succes. En diegenen die meedoen, ja, ook succes. Ik ga dat gewoon ingeven in een of ander. Je kunt het op computer ingeven, al die namen. En dat ga ik ook doen. Dus nogmaals, ik ga nu dadelijk alles verwijderen, zodra deze video online staat. En ik wens jullie een hele fijne dag. Geniet van de zon. Zorg dat je lekker bruin wordt. Ik ga wel naar de zonnebank. Maar ja goed. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken. En namaste. Doei doei. Hopelijk tot heel snel. Doei doei.